Het aantal tienerzwangerschappen in Suriname heeft gedurende de periode 2017 tot 2019 geen aanmerkelijke daling getoond. Het gaat om meisjes in de leeftijdscategorie 15 tot en met 19 jaar. Op basis van deze data besloot Claudia Klas onderzoek te doen ten behoeve van haar afstudeerthesis. Ze heeft onderzocht waarom tienermoeders de school verlaten of vroeg uitvallen. Tiener, moeder en scholier, wat nu? Is de titel van de scriptie van Klas. Het onderzoek is gedaan in het district Kommerwijnen, waar Klas woont en werkt. Zij heeft 15 leerlingen van VOJ-scholen in het district geïnterviewd. 13 waren al tienermoeders en 2 waren aanstaande moeders. Haar onderzoek is zij gedaan op een LBO en op 3 MILO-scholen, waar ook de schoolleiders zijn geïnterviewd. De conclusie die zij trok in haar scriptie is dat scholen interventieprogramma's in elkaar moeten zetten voor de opvang en begeleiding van tienermoeders. Het onderzoek is vrij goed verlopen. Het was wel een uitdaging om bereidwillige tienermoeders en tienermoeders te vinden om aan het onderzoek mee te doen. De schoolleiders waren natuurlijk meteen bereid. En bij schoolleiders moet er bij vervolgonderzoek wel concreter afspraken gemaakt worden. En de tienermoeders moeten sowieso betere aanwijzingen krijgen voor het invullen van de enquêteformulier. En bij vervolgonderzoek zou ik ook adviseren om meer desk research te doen. De aanbevelingen. De aanbevelingen voor het ministerie van SESAVO. Er moeten meerdere maatschappelijk werkers ingezet worden om die sociale begeleiding te geven aan die tienermoeders en die aanstaande tienermoeders. En de begeleiding moet er niet alleen zijn voor de alleenstaande tienermoeders, maar ook voor de tienerouders, dus mama en papa. Naast aanbevelingen voor het ministerie van Sociale Zaken heeft Klas ook aanbevelingen gedaan voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een van de hoofdaanbevelingen voor het onderwijs is dat het MINOC schoolmaatschappelijk werksters moet inzetten bij de begeleiding en verdere voorlichting van de tienermoeders. Dit in het geval van het wegblijven van de meisjes van school. Er moet op maat seksuele voorlichting gegeven worden. En de maatschappelijk werkers kunnen ingezet worden om het zelfbeeld van de tienermoeders op te krikken. En een vak over seksuele vorming binnen het curriculum van ons onderwijssysteem zou ook op zijn plaats zijn. En de implementatie van afstandsonderwijs moet ook bekeken worden, vooral voor de tienermoeders die de school onderbreken vanwege de zwangerschap of de tienermoeders die al een kindje hebben. En verder zouden vakgerichte opleidingen aangeboden kunnen worden voor zij die dus ervoor kiezen om de school niet meer te bezoeken. De aanbevelingen voor de schoolleiders, ze kunnen samen met de zorgbegeleiders een plan van aanpak implementeren en de tienermoeders en aanstaande tienermoeders een luisterend oor bieden en een stem geven om hun verhaal te vertellen. En medeleerlingen kunnen deze tienermoeders ook aansporen of empoweren om de school te blijven bezoeken. Claudia Klas verdedigde haar thesis met succes en kreeg een 7 als eindcijfer. Ze verkreeg hierbij de titel van Master in Onderwijskunde voor Leren en Innoveren. Klas is ook door de opleidingscoördinator bemoedigd om haar onderzoek voort te zetten en meer data te verzamelen.